Dat ze denkt dat Noora pijn heeft. Ja. Nou zet hij zijn achterbeen eronder. Nou is hij aan het werk. Oh nee, baby. Soms reageer hier. Nee. Ja, dat. Goed, kom maar. Kijk, een muis. Oh, de muis. De muis. Ja. Wauw. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog in het winterse Nederland. Wat heel erg nat is. Mo staat ook binnen, want ik heb zo meteen les van Nicky van Olst. Ik heb eigenlijk rijles van Nicky van Olst. Hij doet vrijstressuur, klassieke rijkunst, gedrag, van alles en nog wat. En zij gaat mij nu iedere week één keer les geven. En ze heeft Moos ook getraind terwijl ik op vakantie was. Super fijn, hij kan nu allemaal weer nieuwe dingen. Maar we gaan dus samen kijken naar het rijden. Alleen het is wel dus heel erg nat buiten. Maar ik ga sowieso nu ook even naar buiten, omdat Iris en Inge krijgen nu ook les van Nicky met Noora in vrijheidsdressuur. Dus daar gaan we samen even naar kijken. Stap voorwaarts. Pas. Pas. Ja, deze. Pas. Goed, dat is braaf. Zie je, nou is ze nog alert. Dus nu kan ik blijven werken. Op het moment dat die alertheid eventjes weg is, dat ze in de koppie gaat zitten, even een kleine time-out. Pas. Mooi, en die? Goed zo, dat is braaf. Goed, daar inderdaad een stukje voorwaarts en daar ga je belonen. Kijk, en als het goed gaat, probeer eens een keer 3 stapjes, 4 ja. stapjes. En zo ga je eigenlijk een beetje uitbouwen. Ze staat er ook echt wel tevreden bij trouwens. Ja, het is echt een leuk ding. Maar ik denk inderdaad het stukje aandacht geven, veel kletsen. Van, oh, ben je knap, oh, wat goed. Doet al heel veel. Als ze het nu wil, mag je met een voertje kijken of ze een stapje wijder wil zetten. Daar dus, die mag je al belonen. Beloon maar, beloon maar. Heeft niks, ik klik met jou mee. Kijk, en zo pak je langzaam die stretch iets op de voorhand. Ze kan het toch wel ver. En zo laat ik hem. Ik ga uit die werkmodus, ik laat daar er even over nadenken. Ik vind dit een hele mooie al hoor, verder hoeft hij ook echt niet. Nou, ik leer er zoveel van, gewoon even meekijken met de les. Super interessant. Ik ga Moos opzadelen en dan zijn wij aan de beurt. Ik moet zeggen, ik vind hem zo in de basis al wel heel prettig ogen. Wat mij betreft mag je met het opwarmen al gaan opletten op die achterkant. Probeer hem al ietsje stelling buiging te gaan vragen waarbij je die billen, juist hier inderdaad, die billen ietsjes wegzet. Merk je dat hij het gelijk zwaarder vindt? Hier. Voel je het? Beetje schouder binnenwaarts denken. Ja, klein beetje schouder binnenwaarts denken. Zodat hij dat achterbeen beter onder die massa gaat wegzetten. Want het liefste loopt hij met zijn billen iets naar binnen om daar belasting te gaan ontwijken. Op het moment dat hij dat stukje onbalans gaat accepteren, wordt hij lichter in je hand, gaat hij zakken. Want dan gaat hij over de rug komen. Hier, daar willen we naartoe. Ja. Hij begint nou iets te kauwen, hij gaat nu zijn lijf gebruiken. Nou gaat hij te ver naar schouder voor. Stel je hem er ietsjes bij op je buitenteugel. Kantel je bekken ietsjes naar rechts. Ja, nou rijdt te ver. Voel je? Nou schakelt hij gelijk door. Ja, geeft niks. Je mag zoeken. Zoeken, voelen, ontdekken. Heel mooi. Hij is trouwens super mooi op jouw hulpen. Hij is echt heel gevoelig, hè? Ja. Probeer nog ietsjes te draaien met je klok, want hij mag meer buigen in zijn lichaam. Ik wil meer lengtebuiging zien. Dat je hem daar net ietsjes kan gaan begeleiden. Binnenhand ietsjes optillen. Van de hals af bewegen. Dan ga je weer ietsjes vragen, juist. Ja. Jij voelt het, ik zie het. Wij waren tegelijk aan het praten, heel goed. Mooi. Wat je van mij ook mag doen is een beetje van de hoefslag afblijven. Ja. Hij wil het liefst lekker plakken. Maar hij moet daar op zijn eigen benen lopen. Voel je, hij trekt mee naar de hoefslag. Ja. Blijf maar op die binnenhoefslag. Pak je hem hier even op een voltetje. In die volte ga je ietsjes doorbuigen. Dus vraag hem maar ietsjes extremer met jouw zit rond. Daar, voel je nou? Ja. Vraag hem nog maar ietsjes rond. We hebben die achterbenen iets meer gaan stretchen. Hier. Maar dit is een moeilijke, hè? Want hij moet nou zijn buikspieren best wel pittig aanspannen. Okay. Vanuit hier zie ik echt zijn bil en zijn buik veel meer aanspannen. Als je straks de video terugkijkt, ga je dat zelf ook zien, denk ik. Hier, ja, en ontspannen maar. Dit was netjes. Nee, je ziet hem echt zo ja? lopen. Je ja. ziet echt die puddingbil. Aanspant terug, aanspant terug. En bij zijn buik net zo. Ja, maar zijn buik zie ik het vooral. En dat wil ik zien. Spieren die werken, zijn spieren die bewegen. Ja. Hoe meer pudding je paard wordt, hoe beter het is. Daar, voel je dit? Ja.
Ja. Nou zet hij zijn achterbeen eronder. Nou is hij aan het werk. En ontspan. Mooi. Hier wordt hij sterk van. Moet hij niet actiever lopen of zo? Hij is aardig actief. Oké. Okay. Hij zet zijn achterbenen heel mooi onder. Okay. Hij hoeft niet hard te gaan, hè? Nee. Nee, ook een beetje vragen nog hier. Hier, juist. Op het moment dat hij daar zijn achterbeen lekker aan het werk zet, voel je hem ook zakken in je hand. Ja. Hier, juist, daar. Netjes. Hij laat zich wat voorover vallen. Ja. Probeert hij te corrigeren door zijn hoofd dan maar omhoog te doen. Dus wat je van mij mag doen, is wat extremer in zijn beweging meegaan. Zodat je hem iets meer begeleidt om die passen dieper onder te treden van achter. Ietsjes aan je binnenteugel vragen, klok iets meer naar binnen kantelen. En van daaruit, juist, hier. En ontspan. Oeh, nou, ik reageer meteen op wat je zegt. Waarschijnlijk omdat je al aan het uitademen was. Ja. Ik vind het er heel netjes uitzien hoor, hij grijpt mooi onder wel. Ja. Maar hier ook het stukje lengtebuiging, daar gaat hij nog echt wel zoeken. Ja. En ik zie ook als hij inderdaad iets buigt, valt hij wel gelijk naar voren. Dus probeer hier ook met jouw zit hem als het ware omhoog te vragen. Juist, daar. Ja! En van daaruit die buiging stelling een beetje erin zetten. Actief, actief, actief. Nog eventjes, je kan het, Moos. Ja, ontspan. Mooi. Er ligt daar een heel lief varkentje te slapen. Eens kijken of we dichterbij kunnen komen. Blijf maar lekker liggen hoor. Ligt echt precies naast de weg. Nou, oh, nee, als ik in de buurt kom, dan wordt hij een beetje gespannen. Doei Moos, ik laat je op met rust. Slaap lekker, of dut, of chill lekker. Kijk, het is maar goed dat ik hem met rust liet, want hij heeft nu echt zijn oogjes dicht. Oh, nu is hij opeens even wakker, maar hij was net echt even aan het slapen. Nou, dit is toch zo schattig. Tijdens het uitmest heb ik wel echt de leukste... Ja, compagnon bij me. Minoes volgt me echt de hele tijd. Hallo, moet ik jou aaien? Ja. Ah. Oh, en dit vind ik ook heel leuk om te zien. Want Moos en Zenne beginnen steeds betere vriendjes te worden. Ze stonden net al samen toen Moos aan het slapen was. Nu is hij wakker en dan staan ze samen te eten. En in deze hoek staan Noora, Nedda en Zarro. En die zijn eigenlijk ook altijd wel vaak samen. En daar is Minoes weer. Minoes, ga je mee? Ja, gezellig. Nou, terwijl ik aan het uitmesten was, kwam er opeens een pakketbezorger langs. En die komen hier nooit. Blijkbaar heeft Pavo mij een pakketje gestuurd. En dit is heel spontaan. Pavo is een vaste sponsor, maar dit is geen geplande gesponsorde post of content. Maar ik dacht misschien toch leuk, want hier zit een nieuwe kalender in voor het komende jaar. Ik ben echt heel benieuwd. Oeh, oh, wat een mooie voorkant zeg. Wauw. Je kan deze kalender ook bestellen, weet ik, via hun website www.pavo.nl. Er zitten heel veel mooie paardenplaatjes in. Ik laat niet alles zien. Oh, ik vind dit ook echt een heel mooi plaatje. Oh, echt heel mooi. Ik ben in ieder geval heel blij met de nieuwe kalender. Bijrijdster Inge is al een tijdje ziek. En Iris die heeft nog steeds last van haar schouderblessure en mag weer niet rijden. Ze was nog steeds van toen ze van Noora was gevallen. En ik sta nu bij Noora en Nedda. Die staan hier nog steeds samen te eten. Vandaag kunnen ze dus alle twee niet iets met Noora doen. Dus ga ik met Noora rijden na een hele lange tijd. En ik heb er heel veel zin in. Maar Iris vertelde mij dat ze denkt dat Noora pijn heeft. En dat ga ik dus eerst eventjes bekijken samen met jullie. Dus dat gaan we doen. En ze heeft waarschijnlijk pijn tussen de voorbenen. Dus ik ga Noora even meenemen en dan gaan we samen even kijken. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed, want in het begin reageerde ze wel een keer, daarna een beetje niet echt. Hey, kijk eens.
Vroeger heeft ze wel echt last van dat borstbeen gehad. En dat zit dus zo tussen die voorbenen. En daar is ze toen voor behandeld door de osteopaat. Het kan best zijn dat ze daar nu weer een beetje vast zit. Maar ik heb heel zacht zitten aaien. Uiteindelijk een beetje wat harder geduwd. Maar ik merkte daar niet echt verschil in. Dus ik ga er toch denk ik even op. Ik kijk even wat ze doen met aansingelen met de Berwick pad. En ik denk dat het toch goed is om even te rijden en even haar los te maken. Dit is echt zo typisch Noora, hè? Gewoon precies poepen waar het eigenlijk niet zo handig is. Ik vond het rijden met Noora eigenlijk best prima gaan voor een paard dat gewoon al een tijdje niet is bereden. Ja, ze was een beetje stijf, maar ze zit uiteindelijk wel goed. Ik doe net de single los, die zat helemaal niet strak of zo. Daar reageer ze ook niet op. Maar ik aai haar nu toch wel die plek. Ik raak het eigenlijk gewoon heel zachtjes aan. Soms reageer hier, nee, niet doen. Het is ook meer hier dan echt ertussen. Hier, nou doet ze niks. Het is een beetje, weet het niet. Ik ga het gewoon even met mijn osteopaat overleggen, denk ik. Nou, het is een hele andere dag en het is in de avond. En ik ben nu bij Equestrian Center in Tilburg. En is hier door studenten een soort van cross georganiseerd. En Nadine en Jente gaan meedoen met Bailey. Heel leuk. En ze kunnen ieder moment aankomen met de trailer. En Bailey is altijd best wel lastig geweest met de trailer. Maar ze zeiden dat het helemaal goed gegaan. Ze hebben heel veel lessen gevolgd. Dus ik ben heel erg trots. En ik ga ze maar eventjes zoeken. Oh my god, wie staat daar op de trailer? Hey Bailey, sta jij op de trailer? Oh, wat knap. Hey, ben je er ook bij? Leuk. Cool. Hoe was het? Ja, doodeng, maar wel gelukt. Ik heb helemaal zelf gereden voor het eerst. Oh, wat knap, wat knap, ja, wat knap. Ja, echt wel expanend. Nou, hier is het zo meteen. Het is blijkbaar echt een wedstrijd. Ik film vandaag deels met mijn telefoon, want mijn vlogcamera heeft nog maar 10 minuten. En dat gaan bewaren voor het parcours. Want Nadine doet dus echt mee aan een crosswedstrijd. Ja, wist ik trouwens niet. Ik dacht gewoon dat het een oefencross was. Ja, het is een oefencross, maar er zit wel een wedstrijdelement in. Dus dat is heel leuk. Ja. Dus je strijdt wel echt met wie het mooiste eroverheen gaat. En volgens mij tijd. Ja, maar het is dus best wel, het is een beetje oefencrosswedstrijd. Dus het is gewoon heel feestelijk en gemoedelijk. En lekker gezellig. Ja, met kerstthema. Maar we gaan voor de eerste prijs. Ja, eerste prijs. Voor het mooiste paard, het mooiste kerstmuts. Krijg je zo'n kerstmuts op? Oké, ga jij maar lekker op de kerstmuts. Hier loopt Nadine met haar twee coaches. En ik ben dan de... De groom. Ja, nou niet de groom, ik leg gewoon lekker alles vast. De kerstelf. De kerstelf, het hulpje. Die alles filmt. Zo moet het. Wow. Allebei twee rondjes. Oh, oké. Okay. Oh, nee. Dat heb ik op film. Trucjes paard. Ja, ja. Ik blijf gewoon filmen, want wie weet doet Bailey weer iets geks. Ze heeft ook wel gelijk, want zo kan je ook over een hindernis heen gaan. Het is nummer 3. De meiden snappen er niks van hoe je moet rijden. Tenminste, ik snap er niks van, maar het is best ingewikkeld volgens mij. Ik hoor hersenen kraken hier. Ja, dat gaat niet. Ik heb Bailey even overgenomen, zodat ze de rest het parcours goed kan verkennen. Want ze wist helemaal niet, ze snapt het helemaal niet. En ik ook niet hoor, maar dan hou ik Bailey maar gewoon eventjes vast. En ben ik bij alle hindernissen even met haar aan het kijken. Dan is dat ook al gedaan. Ja, dan moet je ook zo overheen. Maar Bailey wil overal een hapje van nemen. En hij mag niet overal een hapje van nemen. Nee. Heel netjes. 10 punten. Helaas mag ik niet in het parcours staan. Dus moet ik hier staan. Je ziet echt geen drol. Ja, dat klonk alsof ze er overheen ging. Thank you.
Oké, okay, Nadine was van Bailey gevallen, maar ze is er nu over de hindernis heen. Maar dat kon ik niet filmen, want ze stond helemaal aan de andere kant van de bak. En verder ging het heel goed. Ja. Instap. Ja, sorry Nadine, ik heb haar daar niet laten kijken bij het instappen. Nee, dat ging mis, hè? Ja, sorry, mijn schuld. Jente mag ze ook een rondje op, baby. Dus ze zijn al lekker, hebben al lekker ingereden. En we gaan zo kijken hoe zij het gaan doen vandaag. Nou, Jente voelt zich niet helemaal lekker, dus ze kijkt gewoon wat lukt vandaag. Heel goed. Oh, Bailey. Super knap. Nou, echt super knap hoor. Er ligt een goede muis op de grond. Kijk, een muis. Super knap. Oh, de muis! De muis! Wauw, super knap. Heel knap, want daar was Nadine net gevallen. Hé, hey, Jente, super goed gedaan! Hé, hey, goed gedaan. Hé, hey, jij ook? En heel laaien. Nadine vroeg, wil je nog een outro? Ik zei, doe maar gewoon lekker je ding. We kijken hoe het gaat. Oké, okay, opeens sliep ze erin. Ah, dat is heel jammer. En opeens is het gelukt. Heel goed. Hoeft Bailey niet bij ons te slapen. Hallo. Ja! Het zo. Het zonnetje schijnt. De lucht is bijna helemaal blauw. En Fenna van Dam heeft geen make-up op. Vandaar dat ik er zo uitzie. Maar ik ben ook een beetje nog steeds verkouden. Al 2 weken. En ik ga weer moois eventjes mijn nek erop rijden. Hij doet dat de laatste tijd echt weer heel goed. Echt dat hij een paar momenten zo heeft van... dat hij meer... Hoe moet ik dat uitleggen? Dat hij echt zo... Wow, echt de power erin zijn lichaam stopt. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Ik ga het een keertje filmen. Kijken of ik het op beeld kan krijgen. En dan, wie weet, zie ik het terug. En denk ik... ziet het toch niet zo spectaculair uit als dat wij dachten. Of dat ik dacht. Ja, maar het voelt wel heel cool. Omdat mijn nekroop kan je natuurlijk niet... met het hoofd wat doen. Dus je moet echt vanuit dat lichaam je paard correct laten lopen. En Moos doet dat echt, vind ik, best wel goed. Super, heel mooi. Heel mooi. Juist, juist, dat. Super, ja, dat. Goed, volhouden, ja. Ja, mooi. Goed zo. Wow, goed. Goed zo. Wat ben je geweest, man. Hallo allemaal, het is een andere dag en ik film dit ook weer eventjes met mijn telefoon, want mijn vlogcamera is vol. En ik moet even 3 dingen aan jullie mededelen, of eigenlijk 4. 2 leuke en 2 minder leuke. Eerste leuke is, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb net een piercing laten zetten. Kijk! Je ziet het echt bijna niet. Dan, nu, 2 dingen die niet zo leuk zijn. Allereerst, ik heb net Moos gelongeerd. Die staat er nog te chillen. Die kan gewoon naar buiten lopen als hij wil. En Moos liep niet helemaal lekker in de linksom. En dat kan ik nu ook wel even aan jullie laten zien. Oh, sorry, kom. Kom, brrr.
je ziet dat hij gewoon wat stijf loopt. Hij loopt niet kreupel, maar hij loopt wat stijf. Zeker linksachter is hij ook wat vertraagd. Maar het is allemaal heel klein. Naarmate het longeren ook rechtsom was het wel iets beter. Maar daarna linksom niet. Dus ik heb hem net lekker zijn bil, zijn linkerachterbil gemasseerd. En we houden het gewoon even in de gaten. Het kan best zijn dat hij is uitgegleden of zo. En dat hij daarom niet zo lekker loopt. Dan het volgende niet zo leuke nieuws. Dat is dat wij hooi hebben van twee verschillende leveranciers. En van alle twee is het beschimmeld. Er zit gewoon iets van schimmel tussen. En de paarden eten het niet goed. En ze hebben volgens mij allemaal wel een tikkeltje last van ook. Dus vandaag hebben mijn lieve stalgenoten, de helden die ze zijn, zijn ze naar een hooiboer zijn geweest. Die had gelukkig wel goed hooi. Hebben ze ook nog helemaal zo zitten kiezen met z'n allen. Dus zij hebben het gered. Maar omdat het nu dit film kerst en oud en nieuw allemaal aan de gang is, zijn heel veel dingen steeds dicht. Dus daardoor konden we ook niet zo makkelijk wat nieuws vinden. En dan het laatste wat ik aan jullie moet vertellen. Dat is iets heel leuks weer. Dat is een winactie. Waarbij jullie een hoefwijzer pet kunnen winnen. Ik heb hem ook hier in mijn kast liggen. Kijk. Deze. Deze kunnen jullie winnen. Alleen dan natuurlijk wel een nieuwe schone. En hoe je kansen maakt op deze hele leuke hoefwijzer pet. Die je trouwens ook gewoon kan kopen in de hoefwijzer shop op mijn website. Is door het volgende te doen. Door deze video een duimpje omhoog te geven. Het abonneren op dit YouTube kanaal. Het gekke is dat meer dan 50% die mijn video's kijkt niet geabonneerd zijn. Heel veel hebben of geen account of zijn nog niet geabonneerd. Maar ja, voor de winacties moet je zeker geabonneerd zijn. Dat is helemaal gratis. En laat een leuke comment achter met wat jij het leukste of opmerkelijkste vond in deze vlog. Ik ben heel erg benieuwd. En zeg er meteen even bij dat je meedoet. Dan is dat heel duidelijk. Dan hoop ik dat jullie hele fijne feestdagen hebben gehad. En dan hoop ik dat jullie ook deze video heel leuk vonden. Doe mee met de winactie. Laat even weten wat jullie van deze vlog vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!